Welkom bij het verkeersverhaal van donderdag 14 maart. Al enige tijd wordt er gewerkt aan de riolering in de van Alkemadelaan in Den Haag. Naast het vervangen van de riolering worden ook de fietspaden opnieuw geasfalteerd en deze krijgen rood asfalt. En daarvoor wordt ook de stoep opengebroken en parkeervakken komen te vervallen. Autoverkeer kan blijven rijden, fietsers worden omgeleid. Vanaf half tien tot half vier wordt de rijstrook tussen de Waalsdorpenweg en het Willem-Witseplein afgezet voor autoverkeer. En verkeer moet rekening houden met enige vertraging. Fietsers worden via de overzijde in beide richtingen omgeleid. De werkzaamheden zullen nog tot mei gaan duren. In Pijnakker is deze week de Noordweg deels afgesloten. Tussen de molenaar Blonkweg en de Sportlaan wordt op diverse plaatsen het asfalt hersteld. En verkeer kan omrijden via de A12, de A4, de A13 en de N470. Komend weekend dan moeten de werkzaamheden afgerond worden. Op de N211 tussen Monster en Schravenzande worden dit weekend onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. De weg wordt afgesloten tussen de Zanddijk en de Koningin-Julianaweg. Verkeer wordt omgeleid via de N220, de N467 en de Koningin-Julianaweg. Op zaterdag zal het tuincentrum wel bereikbaar zijn. Er staan dan verkeersregelaars om het verkeer te begeleiden. Maandagochtend dan moeten de werkzaamheden weer klaar zijn. En dit was het voor vandaag. Kijkt u ook eens op onze website. U kunt de uitzendingen terugzien en de informatie nalezen. En dat adres is omroepwest.nl. Heel graag tot morgen. Dag.